tweede schacht. Ik zou toch nog even wachten om op pensioen te gaan. Als je zo'n assist kan geven, dan zit het nog wel goed, denk ik. Ja, we hebben ook lekker afgewerkt natuurlijk. Hè. Dus wat kan ik erover zeggen? Het is wat het is. Dus, ik vond het niet slecht gedaan, het was ook mijn bedoeling. En nogmaals, fantastisch afgewerkt, anders is het geen assist. Ja. 80% van de goal was eigenlijk al gemaakt, dus schitterende pas. Ja. Ze waren aan het komen, aan het drukken, dus ze stonden hoog. Dus ik speel hem ertussen. En nogmaals, ja, alle verdiensten aan de pijn natuurlijk. Ontlading was groot, hè, bij het Zoetelaar. Ja, absoluut. Want nog niet om eerlijk te zijn, we verdienen te winnen. Ik gelijkspel was misschien wel eerlijker geweest. Maar oké, ze maken al de kansen niet af. Eén keer misschien een foutje op mij, als ze daar alleen voor de keeper komen. Oké, wordt niet gefloten. Dus daar hebben we misschien wel geluk. Bij de penaltyfase hebben we ook geluk. Dat is eigenlijk niet nodig. Er was totaal geen gevaar bij die fase, dus het was absoluut niet nodig om een penalty te maken. Maar voor de rest, ja, op dit veld denk ik nog een redelijk aangenaam wedstrijd om te kijken. Het is een op en neer. Vrij optimistisch. Dus wat kan je zeggen over die wedstrijd? Het is moeilijk voetballen, hè, natuurlijk. Dat zag je ook wel. Hè? Zeker de meer technische spelers, Govea bijvoorbeeld, om de één iemand te noemen, die is echt op de sukkel, hè, op dit veld. Ja, absoluut. Hè. We proberen te voetballen. Hè. Maar als je na 2-3 bal verliezen, dan durf je de bal niet meer vragen. Op dit veld. Het geeft geen vertrouwen aan artiesten, like Omar. Ook bij de tegenpartij zijn er een paar jongens die in het nadeel waren vandaag. Maar oké, wij zijn heel gelukkig. Hè. We hebben 3 gouden punten. Misschien een beetje verleid, maar het staan op bord. Ja. In deze fase van de competitie en gezien de positie waar jullie staan, 3 gouden punten, moet moed geven, want ja, januari wordt super druk. Ja, ook super belangrijk. We hebben een heel belangrijke wedstrijd tegen ploegen die onder ons staan. Dus het wordt voor Zotwaar een heel belangrijke maat. Korte punten? Niet te veel, want we proberen in vorm te blijven. Dus voor ons is dat niet slecht. Veel succes. Dank u wel.